Goedemiddag allemaal. Ik wil u graag namens het gemeentebestuur allemaal van harte welkom heten hier in de Korenbeurs. Ik stel het op prijs dat u met zoveel gekomen bent. Hartelijk welkom. We gaan een bijzondere raadsvergadering tegemoet. En die zal worden voorgezeten door de waarnemend voorzitter van de raad, de heer Tim Simons. En die ga ik nu, de hamer die ik zelf nooit heb gebruikt, die ga ik hem nu geven. Ik weet niet of hij hem nodig heeft. Dankjewel, Gert. Goedemiddag allemaal. Wat supermooi dat er zo'n grote volle zaal aanwezig is vandaag voor het afscheid van Gert. 18 jaar burgemeesterschap en dan zie je wat dat allemaal teweeg brengt in zo'n zaal. Super fijn dat jullie er zijn. We hebben vandaag inderdaad een bijzondere raadsvergadering. Die bestaat uit een aantal delen. We hebben een aantal sprekers. Daarna zal Gert ons nog toespreken en daar aansluitend hebben wij de receptie. Maar we gaan dus eerst beginnen met die bijzondere raadsvergadering. Gert, natuurlijk een bijzonder welkom aan jou in deze allerlaatste raadsvergadering waar jij onderdeel van uitmaakt in de gemeente Drimmelen. Maar ook een heel speciaal welkom aan jou, Nanda. Heel fijn dat jij er ook vandaag bij bent, maar ook in al die 18 jaar Gert altijd aan zijn zij hebt gestaan. Dus ook heel fijn dat jij hier, en terecht, dat jij hier ook mee met hem in het zonnetje staat. We gaan eigenlijk beginnen en dat doen we door de griffier te verzoeken het koninklijk besluit voor te lezen. Femke, zou jij dat willen komen doen? Goedemiddag allemaal. Bij het protocol van deze bijzondere raadsvergadering hoort ook de twijfelachtige eer om het ontslagbesluit voor te dragen. Dus dat wil ik bij deze graag doen. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, 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 besluit van 18 februari 2022, houdende ontslag van een burgemeester op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 februari 2022. Gelet op artikel 61b gemeentewet en artikel 3219 van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, hebben goed gevonden en verstaan aan de heer Dr. Anders GLCM de Kok op zijn verzoek, met ingang van 16 december 2022, eervol ontslag te verlenen als burgemeester van de gemeente Drimmelen. Met dank voor de als zodanig bewezen diensten. En dit besluit is ondertekend door onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er worden niet veel mensen met zoveel mensen eromheen ontslagen, maar het is toch gelukt, Gert. Ja, beste Gert, als je hier zo staat, is eigenlijk best wel heel indrukwekkend. Want natuurlijk zijn er politici, collega's, maatschappelijke organisaties. Maar juist al die mensen uit de samenleving die hier zijn, voor jou. Ja, als je hier staat, dan moet je toch best even slikken. Dat is mooi om te zien. Dat ga je straks ook nog wel ervaren. Namens de burgemeesterskring mag ik jou toespreken. En dat vind ik mooi, want inderdaad ook buurgemeente. En na 18 jaar zwaai je af en verlaat je onze burgemeesterskring West-Brabant. En op jou is soms de uitdrukking van toepassing stille wateren, diepe gronden. En je komt over als de rust zelver, maar weet waar je heen wil. Niet praat om te praten, maar inhaken als het de belangen van Drimmelen aangaat. En je verraste dan ook enigszins met je muziekkeuze, zoals die in BN de Stem van vorig jaar december was opgetekend. De krant had alle burgemeesters om hun muziektop 3 gevraagd. En ik kan niet anders zeggen, Gert, jij hebt de goede smaak voor muziek. Maar jouw top 3 bestond uit One, van Mary J. Blige en U2, wel die uitvoering. He Ain't Heavy, He's My Brother, van The Hollies. En Us and Them, van Pink Floyd. Kwaliteitsmuziek uit verschillende decennia. Maar als ik terugkijk, moet er toch vast 1 incident uitspringen in al die jaren. En dat moet vast een zoektocht geweest zijn naar de giftige cobra. Want die hield... Ja, ik zie jouw strepen. Gewoon doen, hè. Niks met gras. Want ik kijk dat ook anders aan vanuit de buurt dan hoe het voor jou was. Maar beste Gert, namens je collega's van de burgemeesterskring West-Brabant bedank ik je voor de jarenlange prettige samenwerking. En ik wens je samen met je partner Nanda een hele mooie tijd toe, waarin de verplichtingen van werk plaatsmaken voor ruimte voor keuzes voor de dingen die jullie graag ondernemen. Beste Gert, beste Nanda, het gaat jullie goed. Dank voor deze mooie toespraak. Gert, aan mij de taak nu om jou namens de raad ook een vaarwelwoord te zeggen. En daar ga ik me snel mee beginnen. Geachte burgemeester,
Beste Gert, 18 jaar lang ben jij onze burgemeester hier in Drimmelen. En dat klinkt niet alleen lang, dat is ook heel lang. Het betekent dat er zo'n 5000 inwoners van Drimmelen zijn, van de 27.000 die we hebben, die in hun hele leven alleen jou als hun burgervader hebben gehad. Je kwam in een tijd dat Facebook pas net bestond en nog maar 12 miljoen gebruikers had. En vertrekt in een tijd dat er 2,5 miljard. Nou zijn er in die tijd ook nog eens 1,5 miljard mensen bijgekomen op de wereld. En toch is Drimmelen maar met 1000 inwoners gegroeid sinds jouw aantreden. En of dat een prestatie is, dat laat ik in het midden. Wat sowieso een prestatie is, is om het politiek 18 jaar lang achter elkaar vol te houden in één functie. Ik ken mensen in Den Haag die daar alleen maar van durven dromen en al trots waren op dat het 12 jaar lukt. De gemeenteraad heeft 18 jaar geleden een duidelijke keus gemaakt. Drimmelen moet in rustiger vaarwater komen. En wie kun je dan beter naar de gemeente laten koersen dan een zeilliefhebber uit Zeeland? Misschien heeft het vragen van een kort moment stilte voor bezinning of gebed voor en na iedere raadsvergadering wel meer rust in de tent gebracht dan dat we nu denken. Zo leerde de heer Rulles jou in een andere instantie kennen via de carnavalstichting. Nu kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat carnaval, net als spraakvermaak, sowieso een speciaal plekje in je hart heeft veroverd. Je hebt carnaval zelfs ingezet om ook de dorpen onderling meer in verbinding te krijgen met elkaar. Zo kwam je met het verbroederingsbal waar stichtingen en verenigingen elkaar ieder jaar weer mogen ontmoeten. En dat je als CEO niet alle aspecten van carnaval even leuk vindt, dat heb jij nooit echt laten merken. We verwachten je dus weer gewoon te zien de komende jaren met carnaval, ook bij het Zouwelen. Gert, we willen je namens de gemeenteraad een kunstwerk aanbieden. Het kunstwerk is gemaakt door Yvonne van Oosterhout, die bijvoorbeeld ook de stier in Ter Heide heeft gemaakt en het veteranenmonument bij het gemeentehuis in Maden. Maar voor ik verder ga met die toelichting, wil ik vragen aan de Nestor van de Raad, de heer Ton Verhoeven, of hij het kunstwerk zou willen onthullen. Gert, we wensen je heel veel succes en plezier met de fase die nu gaat komen. Al zegt iets in ons dat het bestuur jou nog niet helemaal heeft losgelaten. We gaan je enorm missen. Dankjewel. Dan kondig ik gelijk de volgende spreker aan. En dan wil ik namens het college de heer Vissers uitnodigen om zijn toespraak te delen met ons. Ja, dankjewel voorzitter. Wat leuk dat ik voorzitter mag zeggen, Tim. Goedemiddag allemaal. Welkom, Gert, Nanda in het bijzonder. En ik mag hier inderdaad vandaag namens het college van burgemeester en wethouders het woord tot je richten om een paar herinneringen op te halen, maar vooral om je heel erg te bedanken voor alles wat je voor ons en onze gemeente gedaan hebt. De dag van jouw officiële afscheid van onze prachtige blauw-groene gemeente Drimmelen. De gemeente die jij in de afgelopen 18 jaar echt een stukje mooier hebt gemaakt. 18 jaar vol mooie momenten, vol moeilijke dossiers, vol pittige discussies en vol mijlpalen. Geen burgemeester die in de belangstelling wil staan, maar een dienende en bescheiden houding. Jij moest geen burgemeester zijn, jij mocht het zijn, vond je. Gert, wat verder opvalt als je aan jou denkt, is dat je er eigenlijk altijd bent. Je hebt een enorm plichtsbesef. Collegevergaderingen zonder jou zijn eigenlijk niet in te denken. En ik denk dat je in de raad in 18 jaar 2 keer bent vervangen. Behalve dan de laatste tijd toen het over jouw opvolger ging. Toen gebeurde dat wat vaker. Maar je bent dag en nacht beschikbaar, blijft het liefst zelf in charge. Piketdiensten worden eigenlijk niet afgegeven en je maakt maar af en toe gebruik van je loco's. Behalve Gert op dinsdagochtend 29 maart 2022. Wij wilden beginnen met de collegevergadering, geen Gert. 20 minuten later, geen Gert. En toen begonnen we ons langzaam toch wel zorgen te maken. Bellen dan, geen gehoor. En nu? Toen hebben we Nanda gebeld. Ja, toen ontstond er echt paniek, want ook Nanda had geen idee dan dat jij gewoon thuis zou moeten zijn. Wilma van het bestuurssecretariaat naar jouw appartement toe. En je deed gelukkig gewoon in pak de deur open. En je zei, wat is er toch allemaal aan de hand? Ik kom er zo aan. Een man alleen en de zomertijd was 2 dagen eerder ingegaan. Nou, in al die jaren Drimmelen heb je ook andere bijzondere en opvallende dingen meegemaakt. En ik noem nog even een paar voorbeelden.
Want zo nam de gemeenteraad al in 2007 unaniem een motie van mijn fractie aan om zogenaamde weigerambtenaren geen huwelijken meer te laten sluiten in de gemeente Drimmelen. En het toenmalige kabinet had namelijk besloten dat ambtenaren zich daarvan mochten distancieren, van het sluiten van een homohuwelijk. Eén trouwambtenaar hier werd ontheven van die taak en jij mocht in de landelijke pers gaan reageren en vond eigenlijk dat het kabinet er zelf debet aan was dat dit nu ging gebeuren. Dus dat was daar heel uitgesproken over. En dan die levensgevaarlijke slang waar Marianne het ook al over had. In 2014, we waren landelijk nieuws, zelfs internationaal nieuws. Een giftige cobra was ontsnapt uit een woning in Maden en er werd dagenlang gezocht. Alle media in de gemeente, sportverenigingen gelasten de training af en de buren moesten ergens anders gaan slapen. Stad en land werd afgezocht. Waar kon dat beest toch zijn? En uiteindelijk werd de slang gelukkig gevonden in de schuur van de eigenaar. En je haalde het luchtruim. En daar refereerde je zelf al aan afgelopen dinsdag, want in 2019 wilde een partij een legale hennepkwekerij in de gemeente Drimmelen oprichten. En die dachten dat jij daar ook wel wat voor voelde. Dus er steeg een vliegtuig op boven onze gemeente met de tekst: wij geloven in Gert de Kok. .nl. En zijn er dan ook nog positieve punten te bedenken aan het feit dat jij weggaat, Gert? Want ik ben wel heel erg lovend. Ja, die zijn er zeker. Dat gepest op dinsdagochtend als NAC weer eens verloren heeft, dat is voorbij. En dat was nogal eens de afgelopen jaren. Ja, maar elke keer als jij meeging naar NAC, trouwens dan verloor NAC ook. Dus nu jij weer naar Goes terug gaat, wordt de kans dat we gaan winnen gelukkig een stuk groter. Nee, zonder gekheid Gert, jij kunt vaak in drie zinnen zeggen waar ik een A4'tje voor nodig heb. De raad kan dat denk ik beamen, iedereen na vandaag trouwens. Dus het wordt tijd om te gaan stoppen. Ik wil jou namens het college enorm bedanken voor alles wat je voor Drimmelen gedaan hebt. Gert, houdoe en bedankt. Geachte leden van de raad, geachte leden van het college, collega Marian, meneer de kabinetchef, dames en heren. Allereerst Marian Witte, bedankt voor je hele vriendelijke woorden. Stille wateren, zei jij over mij. Er waren altijd genoeg collega-burgemeesters die het woord namen. Laten we het zo noemen. Ja, en die giftige cobra die jij noemt en die ook Jurgen Vissers noemt. Jaar in jaar uit moest ik oefenen op calamiteiten en rampen. Maar er gebeurde in de gemeente Drimmelen gebeurde helemaal niks. Dus we bleven maar oefenen en trainingen en een echte leuke ramp. Nee, dat gebeurde niet. En toen ontsnapte de slang, de giftige cobra. En iemand van de veiligheidsregio die noemde dat het cadeautje voor de gemeente Drimmelen. En inderdaad, we vonden hem 2,5 dag later in het schuurtje, maar volgens mij van de buurman. En in deze zaal heeft iemand staan sauwelen en die zei ja, een slang in de schuur, bij ons hangt de slang ook altijd in de schuur. Dus had je daar niet eens eerder wat kunnen gaan zoeken. Dus, goed. Jurgen Vissers, de weigerambtenaar. Ja, er was een discussie, trouwens jouw partij heeft die discussie gestart over het homohuwelijk. En toen hebben we inderdaad afgesproken dat we dat in de gemeente Drimmelen gaan regelen, dat er geen ambtenaren zijn die dat weigeren. Daarmee haalde ik de krant. Toen ging ineens in Maden de telefoon en toen kreeg ik de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de telefoon. En die zei, dat homohuwelijk hebben we, dat was een kabinet CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid. Hij zei, dat hebben we in het kabinet eigenlijk niet goed geregeld en ik wil dat die discussies in de landen er niet meer zijn. Kun jij zorgen dat het in Drimmelen wordt opgelost? Ik zeg, daar ga ik mijn best voor doen. Dus we hebben daar een afspraak over gemaakt dat er geen weigerambtenaren zijn in de gemeente Drimmelen. Dus ik heb haar weer gebeld. Guusje ter Horst was het. Dus ik zeg, het is geregeld. Oh, dat vond ze heel erg fijn. Ik zeg, maar dan heb ik een wedervraag. Ik zeg, wij gaan over een paar maanden gaan we het nieuwe gemeentehuis openen. Zou jij als minister van BZK ons gemeentehuis willen openen? En dat wilden ze doen. En heel veel collega-burgemeesters die vroeg aan mij, hoe komt die vent nou toch aan die minister van BZK? Maar zo zie je dat het homohuwelijk ook heel veel voordelen heeft. Een gemeente is een politiek bedrijf. En in de politiek hebben we de neiging om het vooral te hebben over de dingen die niet goed gaan.
Als je jaren politiek bestuurder bent zoals ik, dan raak je daar een beetje aan gewend. Je weet niet beter, want het is altijd, het deugt niet of het is niet goed. En daar word je ook een beetje door geconditioneerd. Maar als je als bestuurder weggaat, dan gaat iedereen benadrukken wat je allemaal goed hebt gedaan. En die ongemakkelijke situatie maak ik nou al een paar weken mee. En dat moet niet meer te lang duren. Dan ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn vrouw Nanda. Je hebt heel wat met mij te stellen gehad. Want jij wist dat ik graag voor de publieke zaak werkte. Maar dat ik dat ook nog eens bestuurlijk ging doen, daar moest jij wel even aan wennen. Want ik was 6 jaar lid van Provinciale Staten in Zeeland. En dat was nog tot daaraan toe. Want dan was ik af en toe wel eens thuis. Maar daarna werd ik 12 jaar lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. En dat was een hele intensieve baan. En daarna nog eens 18 jaar, bijna 18 jaar, burgemeester zijn in Drimmelen in Brabant. En wij hebben dat op onze wijze apart en samen gedaan. Op een hele bijzondere manier. En ik kijk uit om dat definitief samen te doen. Het zal voor jou en mij wennen zijn. Zo'n vent hele dagen bij jou in huis. Maar dat gaat vast lukken. Het gaat u allen goed. Dat lijkt me een mooi moment om deze bijzondere raadsvergadering te beëindigen. Dus ik laat het daar maar bij. Ook in de veronderstelling dat u wel zin in een drankje hebt. Ik in ieder geval wel. Dus ik ga mijn ambtsketting omhangen bij de waarnemend voorzitter van de raad. En ik verzoek hem de vergadering te sluiten. Ik kijk uit naar de ontmoeting met u allen. Het gaat u allen goed. Dank u wel. Dankjewel, Gert. Ik heb mijn trouwring niet zo vaak om, maar dit is wel gelijk een heel grote overstap. Bedankt voor je mooie toespraak, Gert. En dat betekent inderdaad dat ik de raadsvergadering zo meteen ga sluiten. Ik ga je niet op het podium vragen, maar ik wil wel jou vragen om nog even 1 keer te staan en te horen hoe groot applaus je van ons krijgt voor 8 jaar lang onze burgervader zijn. Kom maar op. Ik bepaal zelf hoe lang dat het applaus doorloopt. Je kunt het niet zelf halverwege nog afproberen te kappen. Dat is nog mooi aan mij. Het betekent dat ik deze raadsvergadering ga sluiten met deze hamer. Met name is de receptie gelijk geopend. De receptie vindt in deze zaal en in de aansluitende zaal plaats. Daar worden jullie van harte uitgenodigd om nog even met ons te proosten op het 8 jaar lang burgemeesterschap. En er zijn ook nog Zeeuwse hintjes te vinden tijdens de receptie. Dus alleen daarom zou het al de moeite waard zijn om te blijven. Dan ga ik bij deze de vergadering sluiten en dan allerlaatste woord aan dank voor jou, Gert. Dankjewel. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Baby, if you don't care for it.
leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me. Thank you.